Live, Love, Laugh. Nou, vandaag alweer de laatste aflevering, deel 3. Dus over het laatste woord, laugh, zullen we het hebben. Dus oftewel dus lachen, of blij zijn of deze vreugde hebben. Mm-hmm. Nou, we hebben het altijd gedaan aan de hand van een Bijbeltekst, Johannes 15, vers 11 tot en met 13. En vandaag dus ook het laatste vers. Wat het ook zegt inderdaad, of dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. En dat je vreugde volkomen zal zijn, zegt Jezus. Nou, en wat gaat het nou inhouden en wat betekent dat persoonlijk voor ons vandaag de dag? Ja, ik vind het zo'n mooi woord. Laaf, vreugde, blijdschap. Wij zijn ook echt mensen die voor positiviteit zijn. Maar dat is natuurlijk ook meestal. Niet altijd zo, meestal. Precies, maar wij willen vandaag over deze echte vreugde praten die we van Jezus ontvangen. Ja. Maar ook gewoon hoe we dat praktisch, hoe we dat kunnen leven. Inderdaad, ja, zo... vaak, er is ook een heel groot verschil tussen blijdschap en vreugde, waar ik ook straks over zal praten. Maar het is vaak zo, als ik kijk soms naar mezelf, als ik dan iets ontvang of ik heb... ik krijg gewoon iets van andere mensen of iets waar ik al heel lang naar heb verlangd. Dan denk ik, oh, eindelijk heb ik dat, kan ik kopen of dat heb ik ontvangen. En dan ben ik hartstikke blij en leuk. Maar misschien een dag later of zelfs diezelfde dag nog... is mijn vreugde weer weg. En dan is het eigenlijk niet echt de vreugde. Of als iemand iets zegt tegen mij wat niet zo positief is. Of ik zie iets en andere omstandigheden veranderen. Dan is het gelijk weer weg. En dat is geen echte vreugde. En die vreugde die Jezus wil geven is blijvend. En is volkomen. En daar zit een groot verschil in inderdaad. Ja, ja precies. Zodat we echt niet naar onze omstandigheden kijken. Precies, want het is vaak zo. En we hebben dingen nodig. En God wil dingen graag geven. Want dat wij, ik denk ook vaak zo... onbewust van oké, als dat gebeurt, dan zijn we blij. Of als we dat hebben, of als we zo ver zijn gekomen, dan zijn we echt blij. Maar eigenlijk is het niet zo. God daagt ons uit, Jezus daagt ons uit om vandaag tot dag deze vreugde te hebben en blij te zijn met wat we hebben. En dat we niet altijd afhankelijk zijn van de omstandigheden. Want dan zijn we nooit tevreden zijn. Maar er is altijd iets wat we nodig hebben. Of wat beter kan. Of wat we missen. En dat was voor ons ook een hele lange proces. Ook over de laatste jaren. Als we nu naar Nederland zijn gekomen. En zo. Sommige dingen. Wij dachten, het gaat zo gaan. Maar het is toch helemaal anders gegaan. En wij moesten echt leren dat we niet afhankelijk zijn. Dat onze vreugde niet afhankelijk is van wat we hebben. Of onze omstandigheden. Maar van wie we zijn in Jezus. En wat Jezus ons geeft. Geeft elke dag. Zelfs onze zoon is ook heel grappig soms. Als hij heeft een Playmobil boek. En dan weet hij precies aan te wijzen welke hij nog niet heeft. En dan word ik echt blij van, zegt hij ook, dan. Ja, zo dat is dan... hij kijkt niet naar die heeft, maar datgene wat hij nog niet heeft. En dat is zo menselijk als we naar onszelf kijken. Van, we kijken zo vaak nog eens, dat missen we nog. Als ik dat heb, dan ben ik blij. Mm. Maar dat klopt niet. Dat is gewoon echte onzin inderdaad. Het is volkomen vreugde, is niet afhankelijk van omstandigheden. Ja. Want... en dan ook deze verschil tussen vreugde en blijdschap. Blijdschap is gewoon tijdelijk. Je krijgt iets of een leuke cadeau of eindelijk wat je hebt. En dat is dan in tijdelijk zo'n spontane emotie inderdaad. En meestal veroorzaakt door positieve omstandigheden. Ja. Maar vreugde inderdaad en daarentegendeel is geen emotie. Maar is meer een karakter inderdaad. Of inderdaad dat wat blijvend is. En daar zit een verschil in, inderdaad. Mm. En daar willen we je uitnodigen en bemoedigen om deze vreugde inderdaad... te hebben die blijvend is en die ook van Jezus komt. En niet afhankelijk is van emoties of omstandigheden. Ja, precies. En wat wij ook zien, wat ook zo belangrijk is. We moeten ook tijden hebben waar we gewoon lachen. Waar we gewoon af kunnen schakelen. Ja, waar we s'avonds op de bank zitten en grappige video's kijken of zo. Gewoon lachen, gewoon loslaten. Dat is nodig. Ja. Maar ook dat we niet daarvan afhankelijk zijn. En dat we gewoon regelmatig deze tijden inplannen. Waar we gewoon kunnen herstellen en waar we gewoon kunnen lachen en gek doen. En dat is ook zo belangrijk. Dat is denk ik ook... ontwikkelt zich tot blijvende vreugde als we niet alleen van buiten af, maar gewoon ook echt wat doen we voor kiezen om ook balanceerd te leven. Ja, daarom inderdaad wat Isabel ook zegt, het is ook echt een keuze inderdaad, hè? Want je kan niet alleen maar blij zijn als de omstandigheden goed zijn, dus we moeten eigenlijk ook dagelijks daarvoor kiezen inderdaad. En dan wordt het ook een karaktereigenschap, als we gaan kiezen om vreugde te hebben inderdaad. Wat mensen ook zeggen, wat er ook gebeurt inderdaad.
Laat ons kiezen voor vreugde, inderdaad. Ja, nou. En ik zeg het ook vaak 's ochtends tegen mijzelf. Ik kies voor vreugde vandaag. Soms is zoveel dingen die op de schema staan met, met de kids en met werk en dingen. En ik denk, hoe haal ik het allemaal? Maar ik zeg, nee, ik kies voor vreugde. Want dan gaat het gewoon makkelijker. En dan is het soms, ja, doen de emoties daarbij, komen de achterna. Klopt, ja. Zo. Ja, we willen je inderdaad daar ook in uitnodigen. Inderdaad, laat Jezus jou ook helpen inderdaad, om voor die vreugde te kiezen. Want niemand en geen mensen zijn het waard dat jouw vreugde weggaat. Inderdaad, hè? Wat mensen ook zeggen of wat ook gebeurt. En de omstandigheden zijn niet waard. Mm. Want jij bent veel belangrijker. Jij bent veel kostbaarder dan alle omstandigheden. Of wat mensen over jou zeggen wat niet goed is. Daarom kies voor vreugde en Jezus zal je daarin helpen inderdaad. Yeah. Dus tot volgende week. En vergeet nooit. In elke situatie, in alle omstandigheden, er is altijd hoop.